Minister Patrick Pengel heeft vanmorgen een presentatie gehouden voor de media over het herstructureringsplan van de gezondheidszorg. Het doel van de presentatie is om via de media de samenleving te informeren over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De bewindsman legde uit dat er meer geld nodig is voor de gezondheidszorg en dat het verdienmodel moet veranderen. Verder moet het ministerie ervoor zorgen om niet te laat te claimen, zodat ellende voorkomen kan worden. Ons land is achteruit gegaan ten opzichte van andere landen in de regio, zegt de minister. Als we kijken naar vergeleken in de regio, hier is Suriname. Dit is Amerika, Cuba, Nederland. Dit is een beetje gemiddelde in CARICOM. Nederlands sprekend Caribbean. Is gemiddeld in onze regio. Dit is een beetje een richtlijn die PAHO geeft, maar het is niet echt een vaste richtlijn, die 6%. Het heeft met meer dingen te maken, maar als je ergens op zou richten, dan zou 6% BBP een acceptabel gemiddelde zijn voor het budget wat een land uitgeeft aan zorg, gezondheidszorg. En door de devaluatie zijn we wat percentage bruto nationaal product betreft, zijn we wel afgezakt. Het was 7,5 tot 8%. De bewindsman zegt verder dat er nog meer problemen zijn binnen de gezondheidszorg. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar het premiemodel van de Nationale Basiszorgwet. De overheid de grootste premiebetaler is, als we denken aan de populatie die werkzaam is bij de overheid. Die betalen vanuit hun loon een gezinspremie, dus de werknemer bij de overheid en het gezin. Plus de groep die de overheid verzekert via de wet Nationale Basiszorgverzekering, de groep 0 tot 16, en 60 plus en de on- en minvermogenden. Dus de overheid is verantwoordelijk voor het betalen van de premie van meer dan 300.000 verzekerden. Als we de premie dus zouden verhogen, zou de premie last of plicht, maar de verhoogde premieplicht zou dan dus op de schouders van de overheid liggen. En daarmee hebben we dus het probleem niet opgelost. Wij denken dat dus die ruimte die er is, in de belastingssfeer gezocht moet worden. Aldus minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij heeft vanmorgen een presentatie gehouden over het herstructureringsplan van de gezondheidszorg. De presentatie is gehouden in het perscentrum van het kabinet van de president.